6 jaar nadat wij hier onze eerste eigen serie hebben gemaakt. Making Hollywood. Als broekies, net van school af. Wat ervoor zorgde dat we direct in de tv-industrie alle twee een baan kregen. Maar de droom is nog steeds... een eigen actiefilm. Maar ja, Nederland maakt gewoon geen actiefilms. Dus als we dat echt goed willen kunnen doen, dan moeten we hier gewoon die basis leren. Wat heb je nodig? Wat moet je weten? Naast geld, hoe ga je te werk? How much longer? How much leave? You want to live? Ja, daarom is het heel goed dat jullie hier zijn om gewoon bij iedere discipline van de filmindustrie in Hollywood te kijken wat nou die ingrediënten zijn en hoe ze gebruikt worden. Want ik denk dat heel veel Nederlandse filmmakers daar gewoon niet over nadenken. Wat je hier kunt opsnuiven is dat ambitie heel goed is. En dat dingen die onbereikbaar zijn, hier wel bereikbaar zijn. En zeker als Nederlanders, men verwacht niks van je. Men denkt niet zozeer dat je een goede actiefilm kan gaan maken. Zeker niet een Nederlands actiefilm. Introduction, back in now. You're going to take not only the knowledge with you, you can take all this back with you to the Netherlands and you can continue this. Wat ze hier leuk vinden als een project heel veel hart heeft, zeggen ze. Dat betekent gewoon dat je super enthousiast bent en er zelf heel erg in gelooft. En dan willen ze je helpen en dan schakelen ze hun vrienden in en dan wordt het een kettingreactie van allemaal goede dingen. A cool thing for a movie would be snap his arm, immobilize his leg. Misschien kan ik hier verburgen. Zou ik je arm kunnen breken hier? Step out. Here we go. Okay, that's enough. I'm out of here.